en welkom bij een nieuwe video. De video die ik vandaag ga maken werd echt zo vaak door jullie aangevraagd. Ik kreeg op Instagram en op YouTube echt heel vaak de reactie of ik een make-up stash wilde maken. Dus hierbij mijn make-up stash. Ik was sowieso van plan om mijn make-up stash helemaal op te ruimen. Dus ik dacht, dit is wel de ideale mogelijkheid om deze video te gaan maken. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn make-up stash eruit ziet, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar snel mijn make-up stash gaan opruimen. Dit is de eerste lading. Dit bakje heb ik van de IKEA. Je kan deze vinden bij de keukenafdeling. Maar zoals je kan zien is het best wel een troepje. We hebben hier een zakje voor een, noem je dat alweer, een paraplu. Geen idee waarom dit hier is, maar die doen we even aan de kant, want die hebben we hier niet nodig. Dan hebben we hier wel allemaal make-up gerelateerde dingen. Ik haal denk eerst alles er even uit en dan sorteer ik alles weer netjes in de vakken. Oké, zoals jullie kunnen zien heb ik in deze vakjes een stukje wc-papier zitten. Dat doe ik bewust omdat het anders veel te snel vies wordt. Kijk het verschil tussen deze randen en het bakje zelf. Ik laat deze nog even erin, want ze zijn nog eigenlijk prima. Ik vind het echt zonde dat het echt heel snel vies wordt. Maar ja, ik heb echt heel veel mascara's, oogpotloden, noem het maar op. Maar ik gebruik niet alles en ik vind het ook zonde om het te bewaren als ik het toch nooit aanraak. Dus ga even kijken. Dan hebben we hier een Benefit wenkbrauw gel. Eigenlijk is deze te licht voor me, maar ik wil hem wel bewaren. En dan hebben we hier een mascara die ik eigenlijk niet zo fijn vind. Dus deze gaat weg. Dan hebben we deze mascara van Benefit. En om eerlijk te zijn ben ik hier niet zo'n grote fan van. Hij werkt voor mij niet zo goed. Dan hebben we, wat is dit? Een eyelash primer. Deze vond ik niet zo fijn, dus deze ga ik wegdoen. Dit is een oogpotlood die ik echt letterlijk nooit meer aanraak. Dus die gaat ook weg. Jullie merken dat ik echt heel veel dingen weggooi, maar ik heb het al zo lang. Deze bewaar ik wel, een oogpotlood. Deze eyeliner heb ik nooit gebruikt. Deze is van de Primark. Ik weet niet. Ja, bijna nog wel. Dan heb ik hier nog twee eyeliners. Dit is mijn all-time favorite. Dit is de liquid inkt van Essence. En dan hebben we hier nog een andere eyeliner. Ik vind dit kwastje niet zo fijn. Dus ik doe deze weg. Oké, dan gaan we over naar het tweede bakje. En die ga ik vullen met eigenlijk random producten. We hebben hier een poeder. Een foundation. Trouwens, mijn dagelijkse make-up heb ik ergens anders liggen. Dus dat ga ik straks met jullie delen. Dan hebben we hier een eyeshadow primer. Hier hebben we heel veel Kiko producten die ik nog niet heb gebruikt. Maar volgens mij zijn dit oogpotloden. Van die pastelkleurtjes. Waarschijnlijk komt het wel ooit een keer van pas. Maar dit bewaar ik hier. Dan hebben we een teeth whitening van de Primark. Ik heb deze echt vrij weinig gebruikt. En ik weet niet of deze echt werkte. Dus deze gaat weg. Dan hebben we hier wimperlijm. Die bewaren we natuurlijk ook. Al gebruik ik niet meer zoveel nepwimpers. Oké, dan hebben we deze highlighter die ik best wel lang heb. Maar zoals je kan zien lijkt die niet eens gebruikt. Oké, als je naar de verpakking kijkt dan is die wel heel erg vies. Maar deze bewaar ik sowieso. Dan mijn lieftallige Hoola bronzer. Die ik echt met liefde heb gebruikt. Er zit nog een beetje in, dus ik bewaar hem. Dan hebben we hier mijn allereerste MAC product. Dit is Melba, volgens mij een blush van MAC. Die bewaar ik ook. Dan hebben we hier een foundation van de Body Shop. Die heb ik al een tijdje. Ja, ik bewaar deze. Die komt nog wel van pas. Dan hebben we een nagelvel. Ik denk dat ik deze weg ga doen, want ik heb niet zo lang geleden een nieuwe nagelvel gekocht. Die wat fijner werkt, dus die gaat weg. En dan hebben we de tweede bak. En zoals je kan zien heb ik hier al mijn nieuwe nagelvel. Die kan dan in het andere laadje. Op
op zich is dit best wel netjes. Dit vind ik nog best wel goed geordend voor mijn doen. We hebben hier al mijn paletten en nepwimpers. Even kijken wat hier precies ligt. Dit palet is van de Primark. Dan hebben we hier wat losse oogschaduwtjes. Deze is van Note. Als ik het goed uitspreek. Catrice. Dit is echt een hele mooie oogschaduw van Kiko. Dan hebben we hier dit palet van de Body Shop. Een W7 palet die ik eigenlijk niet heel vaak gebruik. Ik vind de kleuren eigenlijk ook niet heel spectaculair. Ja, het is een nude palet, maar ik weet niet. Ik doe er eigenlijk niet zoveel mee. Dan hebben we nog een palet van de Body Shop. En nog een palet van de Body Shop. Ik vind dit palet best wel mooi. Hele mooie donkere kleuren. En dan hebben we hier een contouringspalet. Hoe noem je dit eigenlijk? Ik heb het gewoon puur als ik het nodig heb. En dan hebben we hier nog een palet van Makeup Obsession. Hele mooie kleurtjes. Allemaal oogschaduws behalve deze. Dit is een highlighter. Maar die kan je op zich ook wel als oogschaduw gebruiken. Dan hebben we hier mijn andere W7 palet. Hier maak ik wel heel veel gebruik van. En dan hebben we hier een eyebrow kit. En om eerlijk te zijn heb ik hier nog nooit gebruik van gemaakt. Maar ik bewaar dit wel. Dus al deze paletten ga ik sowieso nog bewaren. Dan hebben we hier al mijn nagellakjes. Ik had laatst al een aantal lakjes weggedaan. En dit zijn de lakjes die ik nog even bewaar. Oké, hier hebben we al mijn lipproducten in zitten. Zoals ik net al zei, dit is al veel meer georganiseerd dan mijn andere bak. Want dat zag er gewoon niet uit. Dat kan ook gewoon niet netjes. Of ja, dat kan je wel netjes neerleggen. Maar dan is het na 1 seconde weer een troepje. Maar oké, we hebben hier nog een lakje. Die hoort hier. Wat is dit? Benetint. Ik vind om eerlijk te zijn dit product niet zo super chill. Dus ik ben hier gewoon niet zo'n fan van zulke liquid spul. Je kan dit gebruiken voor je lippen en voor je wangen. Voor mijn lippen vind ik het wel oké, maar voor mijn wangen vind ik het gewoon niks. Dan hebben we mijn favoriete lipsticks. Ik ben mijn andere MAC lipstick kwijt. Ik heb hier Yas. Die lijkt een beetje op Velvet Teddy. Velvet Teddy heb ik ergens neergelegd, maar ik weet niet waar die is. En dit is Roll. Ook een hele mooie kleur. Dit zijn mijn favoriete lipsticks. Dit zijn producten die ik nieuw heb uit een perspakket die ik nog niet heb gebruikt. Dan hebben we hier mijn Mermaid Glow Highlighter van de Primark. Het heeft echt een mega erge glow. Niet voor dagelijks gebruik vind ik. Maar het heeft wel een mooie glow. Dan hebben we hier een blush die ik eigenlijk nooit gebruik. Want ik ben niet echt een blush fan. Dan hebben we hier nog een highlighter. Kijk dit. Dit is echt een van mijn mooiste highlighters. Maar hij is stuk. Ik heb hem echt keihard laten vallen. Maar hij is wel heel mooi. Van Moa. Dan hebben we nog een highlighter van de Body Shop. En een highlighter trio van City Color. Last but not least. Mijn dagelijkse make-up. En mijn kwasten. We beginnen wel eerst met mijn dagelijkse make-up. Ik heb dit in mijn toilettasje zitten. Maar zoals je hier kan zien heb ik ook een blok. En dit blok heb ik bij de Action vandaan gehaald. En dit is niet zomaar een blok. Je kan hier namelijk je make-up kwasten in organiseren. Volgens mij past niet alles erin. Dat is nou eens jammer. Niet alle make-up kwasten passen erin. Maar zoals deze kleintjes, die passen er wel makkelijk in. Dus die zet ik er sowieso tussen. Oké, verder naar mijn dagelijkse make-up. We hebben hier een oogschaduw van City Color. En deze oogschaduw gebruik ik vaak voor in mijn ooghoek. Dan hebben we hier de Catrice All About Matte Poeder. Mijn favoriete dipbrow van Anastasia. En hij is bijna op. Nou ja, je ziet nog best wel veel erin zitten. Maar voor mijn doen is hij bijna op. Dan heb ik hier mijn twee favoriete mascara's. Een mascara van Catrice. En deze van L'Oreal.
Dan hebben we mijn foundation. Dit is de Fit Me Maybelline Foundation. Dit is een soort van concealer van Wet n Wild. Eyebrow gel. Mijn favoriete highlighter van dit moment. En dat is Soft and Gentle van MAC. Dan een primer van Art Deco. Mijn setting spray van Ethos. Mijn dagcreme van dit moment. Dit is een vitamine E crème van de Body Shop. Dan hebben we een oogpotlood. Dit is een zwart potlood van het merk. Geen idee. Ik weet niet hoe je het merk uitspreekt. Maar het is gewoon goed zwart oogpotlood. Dan hebben we mijn beauty blender. Mijn wimperkruller die ik nu ga vervangen. Waar is mijn nieuwe? Dit is mijn nieuwe. Hij komt van de Action. En ik vind hem echt heel fijn werken. Oeh ja. Mijn sleek palet. Ik gebruik deze kleur als bronzer. Soms deze als highlighter. En die gebruik ik eigenlijk nooit. En dan hebben we een oogschaduwpalet. Dit is mijn favoriete palet van dit moment. En dat is mijn dagelijkse make-up. En hier nog allemaal kwasten die ik waarschijnlijk nog wel hierin ga doen. Zo. Zo, dat was dan alweer de video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Misschien hebben jullie wel wat inspiratie van gekregen. Of misschien heb ik je nu wel gestimuleerd om ook je make-up stash op te gaan ruimen. Ik ben ook best wel benieuwd wat jouw favoriete make-up product van dit moment is. Laat het vooral hieronder in de reacties achter. Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei!